Ajaxide 1-1 hier voor u langs geleiden. En dan zien we meteen dat er toch wat opvallende namen in de opstelling van Ajax genoteerd kunnen worden. Daarover later wat meer, want ook bij Excelsior zijn er wel wat spelers niet bij. En op het laatste moment ook afgevallen. De keeper van Excelsior, dat is Graafland, die kan na alle waarschijnlijkheid een moeizame middag tegemoet gaan. Hij heeft er al 41 tegen gekregen dit seizoen. Dat is overigens ook precies het aantal dat Ajax dit seizoen heeft gescoord. En Excelsior gaat in deze formatie proberen Ajax te bestrijden. En dan mist u de naam van Pardo, want die heeft griep gekregen. Gisteren ziek geworden en hij is er dus niet bij. Alweer een aderlating voor Excelsior dat toch al zoveel spelers geblesseerd heeft moeten missen in de afgelopen weken. Emanuelsson, gaat hij wel of blijft hij? Dat is een beetje nu de nieuwe vraag voor Ajax. In ieder geval heeft Ajax dus gezegd nee, hij moet blijven, want we zitten al niet te dik in de verdedigers. En daarover is wel het een en ander te zeggen, want bij Ajax ontbreekt Ogararu. Die is ziek geworden. Net als bij Excelsior dus een probleem met de griep. En dus is dit de formatie die door Koster binnen de lijnen wordt gestuurd. Een soort 3-4-3. Aanvallend Ajax. Met Colin Heitinga vertongen in de laatste linie. En Emanuelsson kan terugzakken. Maar het ligt er een heel klein beetje aan hoe Excelsior gaat spelen. Zo liet Koster weten. Op papier dus veel aanvallende voetballers bij Ajax in de startopstelling. Hoe dat gaat uitpakken, dat moeten we af gaan wachten. Nijhuis, hij heeft het veld goedgekeurd. Er kan dus gevoetbald worden. It get on. Ondanks de kou van vandaag zal Adrie Koster het warm hebben gekregen van het welkom dat hij kreeg bij terugkeer hier op Woudestein. Daar waar hij 6 jaar aan het roer stond. Hoogtepunt in de jaren was de promotie naar de Eredivisie in 2002. Dieptepunt, de degradatie een jaar later. Emanuelsson. Helemaal mis. Daar kan je het veld toch geen schuld aan geven. Luiks is er door. En Piqué met meteen een grote kans voor Excelsior. Het is raak ook. Na 30 seconden. Dat mag je gerust een lekkere opening noemen voor de Kralingers. Ja, ongeloof. Zelfs bij de spelers van Excelsior zelf. Het begin met het mistasten van Emanuelsson. Dan Luiks die er steviger in gaat dan Colin. En Piqué die vrije doorloop heeft. En hem scherp en hard inschiet. En mocht Excelsior denken dat het wel eens heel moeilijk kon worden vanmiddag. De start is in ieder geval geweldig. En Ajax kan de borst dus nat gaan maken. Suárez, komt daar meteen het antwoord van Ajax? Nee, het uitverdedigen van Zijn. Wat een begin zeg. Emanuelsson. Combinatie met Kennedy. Emanuelsson Huntelaar had moeten koppen. Hij had hier een behoorlijk vrije kopkans. Vertongen. Glijdt de bal nu weg voor de voeten van Emanuelsson. Dat is niet handig. Er komt een nieuwe countermogelijkheid voor Excelsior. Luiks, sterker dan Kennedy, sterker dan Maduro ook. Den Houden. Dat is een risicovolle bal terug. En Suárez die druk zet op de moeizaam op de voeten blijvende Van Steensel, zorgt ervoor dat er een hoekschop komt. Nee. Het is gewoon een achterbal. Maar het is wel duidelijk dat het doorjagen van groot belang kan zijn op een veld dat dus lastig bespeelbaar is. Ajax moest er volop gaan, zo zei hij voorafgaand aan dit duel, niet bang zijn. Maar na 30 seconden al meteen al achter staan. Geef wel aan dat het in het
hoofd van de Amsterdammers misschien toch even wat anders zit dan de trainer wel gedacht had. Colin. Rommedaal. Hoge bal over Kennedy heen. Eruit gehaald door Bandjar. En nog eens Bandjar. Dan is dit goed gedaan. De ingreep van Gabri. Suarez. Gabri en uiteindelijk krijgt hij de bal niet bij Kennedy. Ja, de vorm van Excelsior was niet al te best. Scoorde niet in de laatste drie wedstrijden. En kreeg er 16 om de oren in de laatste vier wedstrijden. Ja, na 30 seconden gewoon 1-0 tegen Ajax. Door Piqué. Die de bal hier over de zijlijn speelt. Kennedy. Colin. Kennedy. Ruimte is klein. Kort gedekt door Excelsior. Maduro wordt gewaarschuwd voor de aanstormende Voskamp. Colin helemaal terug op Stekelenburg. Die staat aan de goede kant, zeg maar, van Woudestein. Daar heeft de zon al een tijd op gestaan. De andere kant, waar Graafland staat, is er continu schaduw geweest en is het veld dus nog veel harder. En Manuelsson. Rommedaal. Colin. Ja, de harde kern van Excelsior voert nu het hoogste woord. Kunnen hun geluk natuurlijk even niet op. Suarez. Terug op Colin. Maduro. Huntelaar. Doorspelen richting Suarez. Dat leek me toch buitenspel. Het mag doorgaan. Heitinga wint van Voskamp. Nummer 2 raakt elkaar even. Met het hoofd. Het spel gaat verder. Hoewel Heitinga aan de lip voelt. Verlenger van Voskamp, Den Oude. Goed meegelopen door Vertongen. Colling met behoorlijk wat ruimte voor zich. Komt nu Piqué tegen. Halverwege Excelsior helft. En dan Rommedaal, die zal buitenspel gestaan hebben. Dat heeft de grensrechter goed gezien. Voskamp. Dat is met Den Oude natuurlijk een fijn aanspeelpunt voorin bij Excelsior. Excelsior dat de afgelopen weken met name op fysieke kracht het nogal aflegde tegen de tegenstanders. Nu Luijks weer helemaal fit is. Lokhoff werd gekozen voor Voskamp en Den Oude. Moet dat ietsje beter worden. Maduro. Korte interceptie. Behoudens die eerste 30 seconden is Excelsior niet meer in balbezit geweest. Ja, staat wel meteen op voor. Emanuelsson. Beweging bij Suarez. Daardoor komt er wat ruimte voor Emanuelsson. Daar maakt hij meteen gretig gebruik mee. Aardige versnelling. Opgevangen door Van Nieuwstad. Bandjaar verdedigt uit. Voskamp. Veel geattackeerd door Vertongen. Levert Ajax balbezit op. Zij het voor korte duur. Hier is Luijks. Gabri, Emanuelsson. Het is gepriegel op een hele kleine ruimte. Pupillenvoetbal. En eindelijk beseft Ajax dat en verplaatst het spel.
Maduro. Nog altijd zijn contract niet verlengd. En dat is iets waar men bij Ajax niet gelukkig om is. Suárez. Bal simpel kwijt aan Bandjar. En dan Maduro. De overtreding tegen Luiks. Een vrije trap dus voor Excelsior. Wat zal het spelbeeld worden van deze wedstrijd? De lange bal van achteruit, het zoeken naar Voskamp en Den Oude. En dan de aansluiting die moet komen, in dit geval van Braber. Braber die de bal duidelijk niet goed raakte. Piqué. Nog eens Piqué. Heitinga. Hij moet oppassen. Hij moet een sprintje trekken. Want Den Oude zet druk. En Heitinga heeft geleerd van fouten in het verleden. Op zo'n veld zoekt hij niet de voetballende oplossing. Gewoon hoog de tribune in. Den Oude. Piqué. Gabri voor zich. Excelsior mag gooien. Colin voor Den Oude. Opnieuw een inworp voor Excelsior. Piqué met de inworp. Bal is over de zijlijn geweest. Nu mag Ajax gooien. Huntelaar verlengd. Zijn wind van Rommerdaal. Heitinga. Weer heel veel spelers op een kluitje. Het is rommelig daardoor. Gabri springt in de rug van Piqué. Een vrije trap voor Excelsior. Het vrij moeiteloos. De eerste 10 minuten is doorgekomen. Gesteund natuurlijk door die ultra vroege treffer. Luiks met de vrije trap. Beweging is er bij Den Oude. Iedereen op het rand van het 16 meter gebied. Het gaat ook naar Den Oude en die mag zelfs koppen. En dat mag Colin zich aanrekenen, want die laat de bal over zich heen gaan. Suárez krijgt een duw. Maar Nijhuis vindt dat geen overtreding. Dus mag Excelsior nu gooien. Dat is een slordige kaats. Misschien kan Ajax daarvan profiteren. Suárez. Huntelaar biedt zich aan op de rand van het 16 meter gebied. Volkomen ongedekt. Maar Suárez zoekt een andere oplossing. Dat leidt uiteindelijk tot helemaal niets. Ja, hij stond akelig vrij. Klaas-Jan Huntelaar. Suárez, zoals wel vaker, had daar geen oog voor. Het is al heel vroeg in de wedstrijd. Maar er wordt al een wisselspeler van Ajax van de bank gestuurd om zich warm te lopen. Van der Heijden loopt zich warm. En dat is na 12 minuten wel heel vroeg in de wedstrijd. Slordig paas van Colin. Op zo'n veld moet elke paas zuiver en goed zijn. Maduro. Goed blok was het van Kennedy. Maduro paas naar niemand. Ja, naar Bandjar. Rommerdaal vangt op. Luiks. Fanatieker dan Gabri. Opnieuw had er wat ruimte gelegen. Het
is het spelbeeld wat je had mogen verwachten. Met Ajax dat de meeste van de tijd in balbezit is. Excelsior dat toestaat. Gretig inzakt en loert op de counter. En daar tot nog toe dus zeer succesvol mee is. En misschien hier opnieuw Den Oude. In het 16 meter gebied van Amsterdammers. En het levert een hoekschop op. Koster meldt zich aan de zijlijn. Voorlopig voltrekt de wedstrijd zich niet volgens het gewenste scenario voor hem. Luiks, afdraaiende bal. Boskamp de lucht in, maar die won het kopduel niet. Kennedy ruimt op, Suárez. Rommedaal kwam al naar binnen, is de bal dus voorbij. Veel Excelsior-spelers zijn nog voor. Maar dan moet de bal er komen. Zijn krijgt daar de aanwezigheid van Rommedaal de ruimte niet voor. En komt er vervolgens niet uit. Koster gaat zijn ploeg anders neerzetten. Druk wijzend en de aanwijzingen worden gegeven met name aan Maduro. Den Oude. Piqué. Korte combinatie. Ja, Piqué met zijn snelheid. Dat is een gevaarlijk wapen. Het wegglijden van Kennedy. Die voelt even. Ja, dat is het risico op zo'n veld. Met zo'n zachte balverlaag. Die kreeg vervolgens ook een sweepbel, Kennedy. Van Johan Voskamp. Maduro. Van Steensel. Rommedaal, Maduro. Maduro lijkt nu rechts achterin te komen spelen. En Colin centraal erbij bij Heitinga. Rommedaal. Met de eerste versnelling. En hij is direct twee man kwijt. En dan raakt hij hem volkomen verkeerd. En daar zal het veld debetant zijn. Want juist in dat gedeelte. Juist op dat gedeelte waar de schaduw is. Is het veld hard en zeer moeilijk bespeelbaar. Verlengd door Den Oude op Luiks. Goed meegelopen Vertongen. Maduro. Nu speelt hij rechts achterin. Inderdaad een omzetting van Koster. Ongelukkig geraakt door Maduro. Piqué. Luiks. Zoeken naar Den Oude. Die heeft nu te maken met Colin. Uitbraakmogelijkheid voor Ajax, maar dan is deze paas heel slordig van Gabri. Emanuelsson moet een sprint trekken om überhaupt binnen te halen. En dan weet je dat Excelsior gewoon weer alle tijd heeft om in te zakken. Maduro, Rommedaal. Kennedy. Maduro. Dat is goed gevoetbald. Buitenom Rommedaal het afleggen en niet tot bij Huntelaar. Maar het was eindelijk een aardige aanval. Maduro, aanval loopt nog door. Richting tweede paal, Suárez. Maar er zat even een hoofd van een Excelsior-verdediger tussen. Topdrukte in het 16 meter gebied. Van de thuisploeg, Emanuelsson. Bandja voor zich. Om Bandja heen. Eruit gehaald door Braber. Opgevangen Vertongen. Ajax wordt sterker, voert de druk op. Colin. En Excelsior komt er heel even niet vanaf. Luiks. Gabri. Maduro. Gabri buitenom. Maduro kiest voor de voorzet. Dat is slim. En Huntelaar wordt daar vastgehouden.
Maar Nijhuis ziet dat niet. En Graafland kan vervolgens stijlvol plukken. Maar Huntelaar werd heel opzichtig vastgepakt. De voorzet van Maduro en Huntelaar, ja, die geeft dat nog eens even aan. Dat was wel heel erg duidelijk. En daar moet Van Steen zo mee op gaan passen, want anders krijgt Ajax zo een strafschop. Huntelaar. Emanuelsson, alle tijd om de bal te controleren en nu een goede voorzet te geven. Maar hij neemt wel heel veel tijd en geeft dan vervolgens een moeilijke bal aan Vertonghen. Nou, die maakt zich breed. Suárez. Ah, de gedachte was duidelijk. In één keer weg bij Bandjar. Maar die let er goed op. Vertonghen. Buitenom bij Braber. Van Nieuwstad ruimt. Luiks. 1 tegen 1 situatie als Excelsior snel schakelt. Maar Luiks kiest voor de rust achterin bij Bandjar. En misschien niet de beste optie. Huntelaar. Rommedaal. Ja, probeer maar eens op zo'n moeilijk veld. En Graafland met de eerste echt serieuze redding. En dan is het vervolgens een achterbal. Nee, een hoekschop. Aardige poging van Rommedaal. Graafland met de redding. De eerste keer dat Ajax echt zeer gevaarlijk doorkomt. De hoekschop die eruit gehaald wordt door Luiks. Gavri, de ruzie met bal en veld. Kennedy. Lage voorzet en een nieuwe hoekschop voor Ajax. Het lijkt nu toch wel een kwestie van tijd voordat Ajax langzij gaat komen. Colin. Emanuelsson. Een bal op goed geluk is dat. Weinig gedachte achter. Vertonghen. Rommedaal. Maduro. Colin. Gabri niet. Colin, wint van Boskamp. En dan is dit van twee kanten zowel Luiks als Vertonghen stevig ingaan. En dan fluit hij uiteindelijk voor de tweede overtreding. Die was van Colin. Nou, beide met gestrekt been. En het is maar goed dat Luiks het been van Vertonghen kan ontwijken. Altijd. Nog eens Altijd. Boskamp niet. Die kwam net terug. Colin. Zorgelijke blik hier. Ajax dat trainde niet op het verwarmde veld in de arena. Waar overigens weer een nieuwe grasmat ligt. Maar op het bevroren harde veld. Buiten de arena. Dit om te wennen aan de omstandigheden. Maar voorlopig heeft Ajax nog ruzie met veld, met bal en met zichzelf. Huntelaar. Maduro. Dat is goed gezien door Huntelaar. Maduro die nu die rechts in de zone is komen spelen. Veelvuldig mee opkomt. En daar beginnen veel aanvallen nu van Ajax-land. Een kwart wedstrijd zijn we onderweg. Nog altijd de voorsprong voor Excelsior. Maar de druk van Ajax wordt langzamerhand groter. Kennedy wordt op Rommedaal. Kennedy tegen Luiks. Een nieuwe hoekschop. Hoekschop Kennedy.
slecht geraakt, maar hier is nog bijna Heitinga. Dan is het notabene Maduro die hem als laatste raakt. Kon hem net niet het beslissende zetje geven. Hij fungeerde dus even als verdediger voor Excelsior. Boskamp, mooi verlengd zeg. Den oude Piqué. Tegen Maduro aan. En Maduro doet kennelijk niks, maar er is wel degelijk een blessure bij Piqué. Een pijn in het gezicht. En nu is de bal uiteindelijk buiten via Van Steensel. Kan Nijhuis gaan kijken wat er met Piqué aan de hand is. Scheidsrechter stond er kort op. Maar zag er geen kwaad in. Kom maar eens kijken dan. Duel Maduro Piqué. Ja, dit is toch wel een stevige armzwaai die Maduro hier uitdeelt. En Juro had hij een vol punt gekregen waarschijnlijk. Maar Nijhuis vond het zelfs geen overtreding. Piqué een beetje groggy. Excelsior wil overigens contract met deze Mitchell Piqué graag verlengen. Piqué zelf is er nog niet helemaal uit. Of hij wel wil blijven hier. Of hij niet een nieuw avontuur wil aangaan. Koud water onder deze omstandigheden, dat lijkt me ook niet zo fijn. Piqué kan weer terugkomen. Maduro. Kaats niet goed van Kennedy. Maduro, fel. Goed doorgaan, dat is wat Ajax nodig heeft. Fysieke duels en die moeten dan ook gewonnen worden. En in dit geval dwingt het aanvallend gespeelde. Dwingt Ajax Excelsior tot een overtreding. Dan komt die bal te liggen op een buitengewoon fijne plek. Net buiten het 16 meter gebied. Maduro krijgt de eerste tik van Luijks en daar wordt voor gefloten. Niet voor de overtreding van Nieuwstad die daarop volgde. Op Huntelaar. Piqué weer terug. Kan direct plaatsnemen in de muur. De vrije trap voor Ajax. Huntelaar en Vertonghen. Zal Vertonghen gaan worden. Nou, Vertonghen. En een uitstekende redding van Graafland. Het is een goed genomen vrije trap. Laag. Op dat lastige veld begint hij dan te hobbelen. Maar Graafland. Keurig tikt hij hem uit de hoek. Rommedaal, de hoekschop die nog open staat. Huntelaar, Suarez en Graafland opnieuw. En dan is het niet gelijk, want Gabri raakt het zijnet. Daar ontsnapt Excelsior. Huntelaar wint een kopduel. Suarez, uitstekende redding weer van Graafland. En dan is hij de bal absoluut kwijt, maar heeft hij geluk, want Gabri vindt slechts het zijnet. En dus nog altijd 0-1 of 1-0. Kennedy, goed doorgelopen. Meegelopen door Altier. Goed schop Ajax. Op Emanuelsson en Colin na. Iedereen in het 16 meter gebied van Excelsior bij deze hoekschop van Rommedaal.
Huntelaar wint niet het kopduel. Kennedy. Moeilijke bal, maar omdat er nog een Excelsior-been tussen zit hier, Rommedaal. Eruit gehaald door Den Oude. Een zwakke voorzet was er trouwens van Rommedaal. Colin. Maduro. Rommedaal. Wie biedt zich aan? Dat is uiteindelijk Vertongen. Ja, die hield geen rekening met de doorjagende Voskamp. Emanuelsson. Lage voorzet. Bandjar raakte maar half. Hier is Suárez. Komt niet om Bandjar heen. Die heeft voorlopig uitstekend zicht op de bewegingen van Suárez. De ploegen met een hoop geblesseerde spelers natuurlijk nog altijd. Hoewel het eruit ziet dat Ajax binnenkort weer over wat belangrijke spelers kan gaan beschikken. Overtreding van Siemezijn. Vergrijpt zich aan de doorjagende Kennedy. Rommedaal. Opnieuw is het spitsuur voor de neus van Graafland. Rommedaal. Nou, daar stond nou net helemaal niemand van Ajax. En hier kan Excelsior weg. Piqué. Nou, die had een achterstand op Colin van een meter of 20. Dus gaat dit allemaal niet door. Want in eerste instantie verloor hij een sprintduel en maakt hij vervolgens de overtreding. Maar echt zeker zag de handelingswijze van Colin er daar weer niet uit. Noodgedwongen moet Adrie Koster hem toch opstellen, omdat Ajax dus zo dun zit in de verdedigers. Met Vermalen en Van der Biel nog altijd geblesseerd. En ook Araru. Nu ziek. Suárez. Met Bandjar. Al die directe duels worden gewonnen door de verdediger. Emanuelsson. Huntelaar. Maduro. Goed gezien door Huntelaar, maar Piqué uitstekend mee verdedigd. En dan kan hier misschien weer een counter komen van Excelsior. Dat sluw speelt. Den Oude. Heitinga was net even sneller. De trainer van Excelsior met het winterzonnetje vlak achter hem. Eerste kerstdag viert hij zijn volgende verjaardag overigens, Tom Lokhoff. Het zou een mooi cadeautje voor hem zijn natuurlijk. Dan zie je hier koploper Ajax punten weet af te snoepen. Den Oude. Lux. Wachtte net even te lang, daardoor kon Huntelaar overnemen en is Ajax nu weg. En ligt er voor het eerst eigenlijk in de wedstrijd wat ruimte. Is de paas zwak van Suárez. Gabri goed met de ondersteuning. Suárez, een leep balletje richting tweede paal. Maar niet leep genoeg, want het gaat aan het doel en alle overige Ajax zien er voorbij. Gabri voelt aan dat er misschien wat te halen valt. Suárez. En die wipt die bal dan met niet helemaal duidelijk of het nou een voorzet was. Of een doelpoging. Voskamp. Luix, dat leek op Hens. Nijhuizen vindt dat het door mag gaan. Rommedaal.
ontwijkt de woeste tackle van Bandjar. Emanuelson moet de benen snel gebruiken om de uitgestoken benen van Braber te kunnen ontwijken. Excelsior zit er kort op, vliegt er hard in. En dat is precies de manier natuurlijk waarop je zeker op zo'n veld Ajax moet bestrijden. Maduro. Rommedaal met wat ruimte. En dan meteen maakt hij daar gebruik van. Rommedaal via het hoofd van Steensel is de hoekschop voor Ajax. Excelsior met de meest gepasseerde verdediging had voorlopig nu al 34 minuten lang de 0 tegen Ajax. Piqué krijgt de vrije trap mee en daar was hij wel heel duidelijk naar op zoek. Mooi beeld. Stoom dat van het hoofd slaat van Mitchell Piqué. Colin. Kennedy. Emanuelson. Wacht even tot Kennedy aanspeelbaar was. Huntelaar. Maduro. Veel van de Ajax-aanvallen komen via hem. Maduro goed achterlijn gehaald. En een nieuwe hoekschop voor Ajax. Maar die hebben tot nog toe eigenlijk nauwelijks gevaar opgeleverd voor Graafland. Rommedaal. En hier vijf Ajaxiden kort op elkaar. Dan moet de voorzet een keer goed zijn. Heitinga vindt dat hij recht heeft op een penalty. Maar zo makkelijk krijg je ze niet. Vertongen. Suárez, duw van Bandja. Nijhuis kiest voorlopig niet zijn kant. En hier is de val ook wel rijkelijk laat. Als je bedenkt dat hij een seconde of twee daarvoor geduwd werd. Inbop Ajax. Den Oude, die even vervelend is, die weet natuurlijk wel hoe dit spelletje gespeeld moet worden. Maduro. Rommedaal. Gabri niet. Dat luik is goed mee verdedigd. Colin. Gabri. Colin. Rommedaal. Misverstand met Maduro. Natuurlijk heeft Ajax vrijwel continu balbezit. Maar voorlopig kunnen de Amsterdammers maar zeer zelden echt gevaarlijk worden. En is er nog niet echt duidelijk een verschil waarneembaar tussen de nummer 1 en de nummer laatst in de Eredivisie. Hier op Woudestein. Sterker nog, Excelsior staat nog altijd gewoon voor. Wie weet hoe lang dat kan gaan duren. Colin. Altie. Bijna Piqué. Gabri. Ze
Suarez buitenspel. Maduro. Op duel met Den Oude. En bij toeval is hier Den Oude erdoor. Heitinga doorzag op tijd dat er gevaar loerde. En geen controle bij Rommedal. Dat gedeelte even de moed zat moeten aan. Den Oude. Zijn. De bal leek over de zijlijn te zijn. Gaat door, Luijks. Maar die trekt nooit zijn been op zijn hoofd terug. Is een moedige speler. Bandjar en Huntelaar moet mee verdedigen. Is daar niet te beroerd voor, maar wordt hier op een prachtige wijze uitgespeeld. En daar komt de kans voor Excelsior. Piqué. Niet zijn. En dan komt Ajax eruit. Maar wat was dat een schitterende beweging van Bandjar. Waarmee die Huntelaar te kijk zitten. Suarez. Heeft nog niets laten zien in dit duel. Vertongen. Speelt makkelijk de bal. Luijks. Buitenspel zou je denken voor Den Oude. Maar paas is sowieso niet goed. Een prachtige beweging. Van Bandjar door de benen bij Huntelaar. Wonderschoon. Gabri. Gabri duwtje. Maar ja. Dat is niet voldoende om een penalty te krijgen. Wel is hij in onbalans. Daardoor duwtje van Altheer. Nijhuis krijgt dat nog even te horen van de Spanjaard. Ik weet niet in welke taal. Maduro. Rommedal zet het blok en dat werkt. Want Maduro heeft nu de ruimte om een voorzet te geven en doet dat dan niet goed. Dit is het ontbrekende schakeltje in het aanvalspel van Ajax. Op het moment dat de achterlijn gehaald wordt, is in 9 van de 10 gevallen de voorzet niet goed. En dus worden de spitsen nauwelijks in stelling gebracht. Den Oude. Die zal toch niet sneller zijn dan Heitinga. Er zit nog wel wat jaren verschil tussen, maar Den Oude komt wel aan de bal. Emanuelsen. In Nieuwstad. Timde beter dan Huntelaar. Emanuelsen. Huntelaar. Kaats niet goed richting Kennedy. Maduro. Kennedy. Even Maduro. Aardig doordacht balletje richting Kennedy. Ja, die komt niet los van Altheer en maakt nu de overtreding. Het is Gabri die opstoomt. En dan is dit toch wel een heel duidelijk duwtje van Altheer. Maar hij doet het sowieso buiten het 16 meter gebied. Dat als Nijhuis had gefloten, dan was het een vrijtrap geweest. Het is niet het veld, zijn niet de omstandigheden waarin Uruguayan zich wenst te onderscheiden. Inspiratie is duidelijk afwezig. Ajax dat voor een zware maand staat in januari. Zware weken sowieso. Dus de komende wedstrijd zegt Twente. Dat het elke ploeg in Nederland vreselijk moeilijk kan maken. Vervolgens wachten vlak na de ultrakorte winterstop AZ, komt PSV. En vervolgens moet Ajax begin februari ook nog spelen tegen Feyenoord. Dan is puntverlies van Woudenstein natuurlijk wel het laatste wat je wil.
Een botsing op het middenveld. En het is de vallende Vertonghen die het achterhoofd raakt van Braber. Maar van echt opzet was hier geen sprake. Een paar minuten nog in de eerste helft en nog altijd die voorsprong die op het bord staat voor Excelsior, die er al stond na 30 seconden. En die op wat momentjes na eigenlijk niet in gevaar is geweest. Ajax, zoals gezegd, continu in balbezit. Maar ja, het gaat een doelpunt maken en voorlopig is Excelsior daar net even wat beter in gebleven. Heitinga. Voorzichtige paas. Kees zit er even tussen. Hoge bal van Maduro. Goed doorgelopen Gabi. Komt nog een hoekschop aan. Op slag van rust voor Ajax. Benieuwd of Rommedaal de bal dit keer wel goed voor krijgt. Want dat is wel die hoekschop eigenlijk nog nauwelijks gelukt. Dit is wel aardig. Luiks. Nee, het is Braber die uitverdedigt. Colin vangt op. Rommedaal. Om Altier heen. En dan laat hij zich wel heel eenvoudig wegzetten. Nijhuis fluit niet kinderachtig. En dan zal Ajax in mee moeten. Kabri. Misschien dat Ajax nog een keer gevaarlijk kan worden voor rust. Emanuelsen. Beweging Huntelaar, meteen krijgt hij hem aangespeeld. Goed, mooi doorgespeeld op Suárez. Suárez in het 16 meter gebied en dan staat keurig weer de rugdekking van Bandjar. Suárez. Ajax heeft nu haast. Emanuelsson. Krijgt nu even te maken met Bandjar. Emanuelsson, ja, iedereen weet dat hij naar zijn linker wil. Gabri, Suárez, geen buitenspel. Ja, die is niet aanwezig in deze wedstrijd, Luis Suárez. Ja, het is een momentenvoetballer, misschien komt dat ene moment er wel. Laatste minuut van de extra tijd voor rust. Emanuelsson. Lage voorzet met rechts en eruit gehaald op Bandja. Den Oude. Luiks. Ja, weer Piqué. Dat is een gevaarlijk wapen hoor. Maduro doorzag het. Stond goed opgesteld. Maduro. Zou zuur zijn voor Excelsior als het zo vlak voor rust de voorsprong nog gaat weggeven. Emanuelsson, dan ligt daar Huntelaar. Die werd even gemangeld door twee verdedigers. En vraag nog eens even aan de grensrechter of daar misschien niet voor gevlacht dan wel gevloot had moeten worden. De voorzet die weer eens zwak is en dan wordt Huntelaar wel heel duidelijk naar de grond getrokken. Het is gedaan wat de eerste helft betreft en Excelsior leidt. En dat deed het al na 30 seconden door het doelpunt van Mitchell Piqué. Nadien niet meer in de buurt gekomen van het doel van Stekelenburg. Die werkelijk waar geen redding heeft hoeven verrichten. Maar het gaat natuurlijk om de doelpunten. En de doelpunten zijn voorlopig alleen gemaakt door Excelsior. 1-0 dus halverwege. Wat een verrassende tussenstand hier op Woudestein. Thank you.
Huntelaar is nog aan het overleggen met de arbiter en met de grensrechters. Wordt wel erg hard aangepakt naar zijn Huntelaar. Voorlopig wordt hij niet beschermd. Dat probeert hij even duidelijk te maken. Hoe dan ook, het staat 1-0 en voor de rest spreekt natuurlijk alles in het voordeel van Ajax. Al is het ook hier niet zo gek veel gevaarlijk geworden. 9 hoekschoppen, kwam niks uit. 4 keer echt op doel geschoten. En heel veel in balbezit. Dat zijn de statistieken van de tot aan dit weekend koploper van de Eredivisie Ajax. Dat gewoon achter staat, halverwege tegen de nummer laatst. 1 wissel aan de kant bij Ajax aan het begin van de tweede helft. Jan-Arie van der Heijden, 19 jaar, afkomstig uit Schoonhoven, gaat in het veld komen ten faveur van Jurgen Colling. Die het weer erg moeilijk had achterin bij Ajax. Emanuelsen. Maduro. Heitinga. Vertongen. Suárez, waarom zo mooi, waarom niet gewoon makkelijk? Zeker op zo'n veld. En als je niet in de wedstrijd zit, lijkt het toch handiger om het gewoon maar zuiver te doen. Den Oude verlengt. Vertongen. Gabri. Rommedaal. Maduro. Rommedaal. Suárez. Handig. En nu. Ja, opzichtig. Te gemakkelijk. En als je de reputatie toch al tegen hebt, dan weet je wel zeker dat je bij twijfel nooit het voordeel krijgt. Niks aan de hand. Zijn lange bal richting Den Oude, die Heitinga van het lijf hield. Altier wint gemakkelijk van Huntelaar. Nu Huntelaar over de grond en bal richting Kennedy. Emanuelsen gaat lopen met de bal, onhandig op zo'n moeilijk bespeelbaar veld. Meteen profiteert Excelsior. Piqué buitenspel, wordt niet voor gevlacht. Gabri. Rommedaal, Maduro. Goed gebruik gemaakt. Zag dat er een gaatje lag. Maar dan speelt hij hem heel simpel in de voeten bij Altier. Is Excelsior weg. Piqué. Den Oude. Bij de tweede paal. Voskamp. Den Oude doet het zelf. Kappen. En nu afmaken. Oh, de redding van Vertongen op de lijn. Daar ontsnapt Ajax aan grotere ellende. Het is geen buitenspel. De paas van Piqué is uitstekend. Den Oude weg. Gabri te laat. De kap is goed. En dan Stekelenburg bijna voor de tweede keer verslagen vanmiddag. Die heeft nog geen redding kunnen verrichten. Maar het had wel bijna 2-0 gestaan. Vertongen uitstekend verdedigd op de doellijn. Heitinga met de borst richting Piqué. Piqué. Piqué krijgt vrije doorloop. Stekelenburg, Den Oude 2-0 Excelsior. Onbegrijpelijk wat Ajax hier allemaal doet. Begin eerste helft, begin tweede helft. Excelsior straft de lakse houding van de Amsterdammers keihard af. En voor good old Geert Den Oude is het toch alweer nummer 8 van het seizoen. Piqué krijgt vrije doorloop. Mocht er nog getwijfeld worden of het buitenspel was, nou dat is het zeker niet.
Den Oude nadat Stekelenburg zijn eerste redding van de middag verricht. Het is 2-0. En daar krijgt hij direct een biertje voor. En een sensatie. En een historische zege voor Excelsior lijkt in de maak. Excelsior verloor 4 keer op rij. Het kreeg het ene na het andere doelpunt gemakkelijk tegen. Maar het legt Ajax hier op de pijnbak. Kennedy, opening op Rommedaal. Nu krijgen de Amsterdammers natuurlijk helemaal veel haast. Rommedaal, Huntelaar. Voor het eerst eigenlijk dat hij enigszins in stelling werd gebracht. Hens van Maduro. Het is misschien niet verwonderlijk dat Excelsior zo geïnspireerd voor de dag komt. Denken we even terug aan die laatste wedstrijd van vorig seizoen, de laatste speelronde. Toen Excelsior een premie werd beloofd door Ajax, €7500 de man. En die werd niet betaald, ondanks dat er gewonnen werd van AZ. En Ajax zelf geen landskampioen werd. Maduro krijgt geel, overtreding tegen Boskamp. En Maduro is daardoor geschorst voor de komende wedstrijd van Ajax tegen Twente. Zo wordt de ellende voor de Amsterdammers alleen maar groter. Frustraties zijn hier wel zichtbaar bij Maduro. Maar Excelsior won dus toen van AZ op die laatste speeldag. Maar de premie werd nooit betaald. En dat steekt. En kennelijk leidt dat tot onvoorziene krachten van de Kralingers met hier bijna Den Oude. Emanuelsson, vuurpijl naar voren. Graafland, wat ga je doen? Nou, hij lost het goed op. Den Oude. Daar komt Luiks. Stekelenburg moet eruit komen, moet redding brengen. Gabri, Suárez, Rommedaal met Siemezijn voor zich. Lekker balletje Rommedaal aan Huntelaar, krijgt weer een beuk in de nek. Er zal toch een tijd komen dat Nijhuis in gaat grijpen, want Huntelaar is wel vrij onbeschermd zodra hij in het doelgebied komt. En dan wordt er links en rechts behoorlijk uitgedeeld. Rommedaal, de bal richting Huntelaar en dan de duw van, het leek mij, Bandjar. Inderdaad, ja, dat komt ook weer deels door het duwtje wat Kennedy daar overigens uitdeelt. Ajax gaat in de winterstop op zoek naar versterking. Dat is bekendgemaakt. De naam die genoemd wordt is die van Boularus. Hoewel Adrie Koster dat absoluut ontkent. Boularus al tijdenlang niet gespeeld, veel geblesseerd. Je ziet daar dus geen versterking in, maar goed. Het zou niet voor het eerst in de voetbalwereld blijken dat de desbetreffende speler die genoemd wordt uiteindelijk toch gehaald wordt. Den Oude. De bal blijft binnen. Zij. En Voskamp en Emanuelsson. Het was Voskamp die uiteindelijk wist te koppen en Stekelenburg die redding moest brengen. Zo is het niet Ajax dat Excelsior terugdringt. Nee, het is gewoon Excelsior dat jacht lijkt te maken op de 3-0. Van Geel en Jaken.
de druk op hen zal weer toenemen. Want de onvrede in Amsterdam, die wordt meestal wel snel gevonden. Zeker als je bij de nummer laatst verliest. Suárez met Bandjar. Suárez vastgehouden. En dan komt hij er niet uit. Scheidsrechter, daar moet je voor fluiten. Aanval loopt nog wel door van der Heijden. Goede paas op Huntelaar. Huntelaar, eerste kans voor hem en een geweldige redding van Graafland. Enkele keren dat Ajax dan echt gevaarlijk doorkomt, onderscheidt de keeper zich. Want deze bal is prima ingeschoten door Klaas-Jan Huntelaar. De hoekschop van Rommedaal. Daar staat niemand van Ajax. Kennedy vangt op. Terug op Rommedaal. Die wil hem natuurlijk voor zijn rechter. Dat zal Luijks ook wel weten. Desondanks komt daar de voorzet. Maar van Nieuwstad en van Steensel. En in dit soort gevallen met de hulp van Den Ouden. Zijn door de lucht de Ajaxide meer dan de baas. Maduro. Dat is een overtreding van Den Ouden en een vrij opzichtig ook. Suárez verlengt. Emanuelson. Kennedy. Tijd uitgestapt door Van Nieuwstad. En controle bij Emanuelson. Suárez echt in het stuk niet voorkomt. Zo zijn er vele Ajaxiden die op deze winterse middag niet thuisgeven in Kralingen. Een zorgelijke blik bij Adrie Koster. En dat is bij hun niet minder. Want Ajax, de trotse koploper, lijkt hier op een regelrechte nederlaag getrakteerd te worden op Woudestein. En dan kan je er donder op zeggen dat het weer een onrustig weekje in Amsterdam gaat worden. Luijks en Heitinga. Beide stevig. Er liggen aan de andere kant al twee Excelsior-spelers. Piqué. En het lijkt mij Altier. Zo is er even topdrukte voor de verzorgers van Excelsior. En wordt er aan de kant bij de bank van Ajax weer gewisseld van schoeisel. Heitinga lijkt ook even last te hebben van de botsing met Luijks. Rommedaal en Emanuelson trekken nieuwe schoenen aan. Nou, even kijken wat er gebeurt. Hier de eerste botsing. Gabri en dan het verstappen lijkt het van Altier die meteen aangeeft dat hij niet verder kan. De knie zakt meteen door de knie heen. Dan een botsing even later, Luijks en Heitinga. Waarbij Heitinga aangeslagen raakt. En Piqué ligt er ook nog. Het is al meer balen gebeurd dat Ajax hier van schoeisel zijn veranderd in deze wedstrijd. Altier, dat leek akelig uit de beelden. Maar hij loopt gelukkig wel weer. Piqué de schoenen uitgetrokken. Kan misschien ook verder. Het is wel te hopen voor de thuisploeg, want Excelsior mist al zo'n hele rij geblesseerden. Toch al niet zo'n brede selectie van de Kralingers kan dit nou net even niet gebruiken.
Piqué kan sowieso verder. Van der Heijden. Excelsior nu even met een man minder. Rommedaan. Van der Heijden. Buitenom komt Maduro. De voorzet is weer eens niet goed. Van der Heijden. Rommedaan. Of Vertongen is het natuurlijk. Emanuelson. Suárez. Luijks wint vrij gemakkelijk. Emanuelson, Huntelaar, Leijden. Altheer is weer terug. Het zag dus er akelig uit, maar hij kan wel verder. Excelsior weer compleet. Maduro. Afvallende bal is niet voor Van der Heijden. En die had daar wel een aardige schietkans. Van Gabri besloot te kiezen voor Emanuelson. Emanuelson zoekt. Kennedy, het zal zo'n beetje zijn laatste balcontact zijn, want hij gaat zo gewisseld worden. Loeken staat namelijk klaar om in te vallen. Van der Heijden. Emanuelson. Het is statisch. Het is vrij voorspelbaar. Hoewel Emanuelson dit goed doet. Suárez. Emanuelson, zo komt Ajax wat dichterbij. Afgestoken been van Braber. Van der Heijden, Maduro. Maduro, 16 meter gebied binnen. Rommedaal, Huntelaar. Die had hij wel mogen waken, zeg. Zijn tweede kans in deze wedstrijd. De eerste keer was het de redding van Graafland. Nu kopt hij hem geheel vrijstaand naast. En als je toch al niet zoveel kansen creëert, mag je dit soort ballen wel maken. Er zijn voldoende spelers van Ajax die rijp zijn voor een wissel. Maar Kennedy is nu het slachtoffer. Zijn vervanger is Loeken. Maar spelers als Suárez, Rommedaal en nog wel een paar hadden ook makkelijk naar de kant gehaald kunnen worden. Huntelaar. Bal achter Loeken zijn in problemen gebracht door de doorjagende Ajaxiden. Die eindelijk beseffen dat de strijd geleverd moet worden. Maar minder dan een half uur nog voor Ajax. Om een nederlaag te voorkomen. Het Ajax-publiek laat zich een keertje horen. Op het moment dat de Amsterdammers een vrije trap krijgen op een meter of, wat zal het zijn, 25 van het doel. Loeken met die prachtige traptechniek zou dit misschien wel kunnen. Een Heitinga loert er ook op. Huntelaar heeft het tikje, het wordt Heitinga, laag, hard. Graafland zit mis en hij wordt binnengegleden door Maduro. En Ajax is terug in de wedstrijd. Buitengewoon zuur voor de keeper van Excelsior. Die tot nog toe enkele fantastische reddingen verrichtte. Maar hier op het moeilijk bespeelbare veld zich verkijkt op het lage schot. Hij tikt de bal voor de voeten van Maduro. En die glijdt hem dan binnen. En Ajax komt terug tot 2-1. En hoe zit het nu met de mentale weerbaarheid van de Rotterdammers? Want het zelfvertrouwen was natuurlijk in de afgelopen weken niet al te groot. Uit zijn contract nog niet verlengd, Edwiges Maduro. Maar Van Geel zal hem ongetwijfeld, zeker na dit belangrijke doelpunt weer, nog maar eens een nieuwe worst voor ogen houden. Luijks. Gabri verdedigt uit. Piqué. Oh, die bal wordt voor richting veranderd en dan is het buitenspel. En dus telt dit doelpunt niet van Den Ouden.
Dan zag Stekelenburg er niet goed uit, zeg. Aan de overkant krijgen we dan toch nog een hele leuke middag. Het lijkt er wel op. Het is Piqué die schiet en Den Oude die inderdaad dik in buitenspelpositie die bal verlengt. En dus terecht dat het wordt afgefloten. Goed gezien door die grensrechter. De interim trainer van Ajax. Terug op Boudestein. Maar gaat hij ook nu naar Amsterdam met 3 punten. Voorlopig staat Ajax nog op 0. Een verlies van de Heijden. Duel Voskamp. Den Oude had gekund. De paas kon niet gegeven worden omdat hij het ingaan overtreding maakte. Vrijtrap snel genomen. Den Oude. Komt daar nog uit. Luiks. Loopt zich vast op Van der Heijden. Suárez. Loeken. Emanuelsson glibbert weg. Rommedaal gestart. Ah, paas te hard van Emanuelsson. Hij heeft net zijn schoenen veranderd. Van Nop is hij naar Nopjes gegaan. Maar nog altijd glijdt Emanuelsson aan alle kanten weg. Hetzelfde geldt voor Loeken. Het is zo'n middag waarop van de Ajaxide wat anders verwacht wordt. Dan alleen maar vloeiend voetbal. Maduro. Maduro, ja, Gabri stond er helemaal vrij. Die komt nu toch via een omweg in balbezit en dan Suárez buitenspel. En weer hebben de grensrechters het aan het goede eind. Op nog geen fout kunnen betrappen. Voskamp wint van Heitinga en loopt goed door. Krijgt hem mee van Den Oude, Emanuelsson, maar Voskamp alsnog. En Stekelenburg nu met een hele belangrijke redding. Want met 3-1 vrees ik dat het voor Ajax eindoefening was geweest. Excelsior countert als een Italiaanse Catenaccio-ploeg in de beste dagen. En had hier ook 3-1 moeten komen en Voskamp beseft dat ook. Bal schiet door. En dan is dit heel slordig uitverdedigd door Vertongen. En Piqué, schotstrand. Gabri door de benen bij Luiks. Huntelaar heeft vrijheid in het midden. Gabri ziet dat ook. Die paas is net even te hard. Graafland let goed op. Van der Heijden, bal springt weg. En Voskamp. Die twee aanvallers van Excelsior bezorgen de 4 verdedigers van Ajax handenvol werk. Piqué. Er is geen middenveld meer. En Braber raakt hem nu voor. Johnny Heidinga loopt een beetje te trekken benen. In de botsing in de wedstrijd van met Luiks. Ja. Wat verdedigers betreft heeft Ajax vrijwel niks meer op de bank zitten. Ja, ene Vito Wormgoor. Maar om die nou zijn debuut te laten maken. Een wedstrijd waarin nog 22 minuten te voetballen zijn. Bij een 2-1 achterstand. Het is niet iets wat een trainer wil. Emanuelsson. Huntelaar. Rommedaal. Leidt weer eens weg. Piqué. Taxatiefout. Van Nieuwstad. Gabri. Huntelaar. Huntelaar creëert de ruimte voor het schot. En krijgt nu een enorme beuk. En daar gaat geel komen voor Van Steensel. En dat lijkt me volkomen terecht.
Hij heeft het zwaar te voortduren, deze Klaas-Jan Huntelaar, de topscorer van de Eredivisie. Hier speelt hij de bal ook wat ver voor zich uit, maar het inglijden van Steensel, daar staat geen maat op. Dit is absoluut terecht dat hij daar de gele kaart voor krijgt. De vorige vrije trap voor Ajax leverde de 2-1 op. Nu lijkt hij perfect te liggen voor Loeke. Loeke met Suárez. Niet de grootste vrienden van elkaar. De muur op afstand. Loeke hard, bal van richting veranderd en rakelings naast. Dat was ook wel erg zuur geweest voor Excelsior. Hard, laag. Maar geluk voor de Rotterdammers, hij gaat net naast. Hoekschop, weer matig getrapt. Loeke. Via Luiks, nieuwe hoekschop. Rommedaal biedt zich kort aan. Maar Loeke gaat voor de voorzet. Loeke. 20 minuten nog. En bij de tweede paal Maduro. Dat is net even te hoog die bal. De wissel aan de kant van Excelsior. Eerste van vanmiddag. Den Oude heeft zijn werk meer dan naar behoren gedaan. Weer zijn doelpuntje meegepikt. Wordt naar de kant gehaald. En de snelle korf wordt erin gebracht. Het lijkt een hele logische wissel. Dat zal Excelsior nog wat extra lucht gaan geven om eruit te komen. En zal de verdediging van Ajax ongetwijfeld nog wel even wat extra op de proef gaan stellen. De Excelsior-spelers op lange noppen. Ajaxiden hebben gekozen veelvuldig voor zeg maar kleine nopjes, kunstgrasschoenen. Voorlopig lijkt de keus van de Rotterdammers beduidend beter. Zij blijven vaak staan waar de Ajaxiden glijden. Huntelaar verliest van Altin. Piqué. Heitinga. Richting Suárez. Die verlengt. Rommedaal. Gooit de versnelling er even uit. Komt daardoor in balbezit. Maduro. Van der Heijden. Durft hij het aan? Nee, niet van die afstand. Gabri, bal springt op. Ook Gabri redelijk onzichtbaar toch in dit duel. Suárez. Eerste geslaagde actie en dan gaat hij weer zijn tegenstander opzoeken en is er uiteindelijk de redding van Graafland. Maar waarom schoot Suárez in eerste instantie niet toen hij zichzelf goed had vrijgespeeld? Rommedaal buitenom, nu een goede voorzet, Suárez niet. Loeke en naast. Excelsior wankelt nadrukkelijk. Maar het blijft bij buigen en voorlopig niet barsten. Suárez, de eerste kans. En het vervolg, Rommedaal met het goede voorbereidende werk. En Loeke met een vrije schietkans. Dan had Huntelaar daar misschien nog wel buitenspel gestaan. Maduro heeft aangeslagen. En het is te begrijpen waarom. Ruim een kwartier nog.
Graafland. De bal komt niet al te ver van bij Heijden. Korf. Er zijn voldoende sprookjes geschreven over een hele kleine tegen een hele grote. Voorlopig lijkt Klein Duimpje inderdaad de grote reus uit Amsterdam op de knieën te krijgen. Maar het is nog niet gedaan. Suárez. Suárez. En dan weer net even te veel. Grote makker van de Uruguayaan. Het is vaak één passeerbeweging te veel. Het schot kort genomen. Suárez, goed. En dan Heitinga. En die krijgt niet de ruimte. Want dan stond ook nog Voskamp. Suárez komt wat beter in de wedstrijd. Haalt de achterlijn. En dan Heitinga. En het schot goed geblokt door Voskamp. Korf. Piqué, komt hij daar nog aan? Nee. Vertongen. Vorig seizoen verspeelde Ajax punten tegen RKC. Het verspeelde ook punten tegen Excelsior. Werd toen 2-2 in de Amsterdam Arena. Het zijn van die wedstrijden waarin je zegt, als je kampioen wil worden, en dat wil Ajax natuurlijk, dan moet je ze winnen. Want aan het eind van de rit zijn dat nou juist de punten die je mist. Maar voorlopig lijkt Ajax in die oude fout te vervallen. Braber. Luiks houdt Van der Heijden van zich af. Korf, achterbal. Nee, hoekschop, zegt de grensrechter. Vertongen die nog even uitlegt dat hij het er niet helemaal mee is. Luiks met de hoekschop. Afdraaiend. Kopbal van Steensel. Nieuwstra gewoon een achterbal. Nee, van Nieuwstad was het die kopte. Maduro. Suárez. Niet om Altier heen. Van der Heijden. Heitinga. Vertongen. Emanuelsson. En dan krijgt Vertongen nog een behoorlijke beuk van Voskamp. Emanuelsson is om Braber heen, maar Voskamp verdedigt dan ook goed mee. Ja, Excelsior gaat meer en meer geloven in een goede afloop. En bijt zich nu helemaal vast. Maar hier Suárez, Huntelaar uit de draai. Kort gedekt door Van Nieuwstad. Piqué, Excelsior is weg. Rommedaal, ja, die is net zo snel natuurlijk. Dus houdt Piqué wijzelijk maar even in. Zij. Net hebben we een mooi tierkorf. Loeken. Suárez niet en dan Huntelaar uit de draai tegen Van Nieuwstad aan. Siem de Jong gaat er zo nog in komen. Maduro. Wantja ruimt. Emanuelsson vangt op. Doet dat niet goed, want hier is Voskamp. En daar komt Luiks. Heitinga. Emanuelsson, Gabri. Wat gaat hij allemaal doen? Vasthouden van Altier. Van Braber was het. Gabriel.
Emmanuelsson. Glijdt maar weer eens weg. En dan een slippertje. Dat kan een keer gebeuren. Van Steensel. Heitinga onder de bal door. Tonge Maduro. Nu komt het aan op opportunisme. Bal die een keer goed moet vallen voor Ajax. Misschien nu Huntelaar voor de linker. Dan appel voor hen. Suarez en Bankjar. Die echt een dikke 10 scoort in deze wedstrijd. De verdediger van Excelsior Bankjar. Is het Hens of niet? Nou, het zou kunnen, maar de armen keurig tegen het lichaam aangehouden door Van Nieuwstad. Dus terecht dat er geen penalty voor gegeven wordt. Loeken. Neemt de hoekschoppen zoals Rommedaal en Kennedy dat de hele wedstrijd ook al hebben gedaan. Laag en slecht. Tongen is de bal kwijt en nu dreigt Excelsior eruit te komen via Korf. Korf. Hij heeft een goede actie in huis. Legt hem nu fijn neer. Stekelenburg op tijd en met haast. Niet zuiver. Loeken. Van der Heijden. Suarez met Fortuyn om Van Steensel. En Suarez, wordt dit zijn geniale moment? Nee, want Graafland ligt in de weg. En dan gaan Suarez en Graafland nog even door. En vindt iedereen weer dat Suarez zich aanstelt. Maar het leek mij toch inderdaad toch dat Graafland daar even een trap uit deelde. De eerste beweging is fortuinlijk waarmee hij Van Steensel uitspeelt. En dan wordt hij gestuit door Graafland. En dan gaat het nog even door. En is het inderdaad toch aanstellen van Suarez. Een vervelend trekje dat het toch ooit een keer uit zou moeten. Emmanuelsson, Huntelaar met wat ruimte. Maduro. Suarez. Suarez. Nu een keer een goede voorzet, nee. Suarez. Excelsior krijgt hem niet meer uit het 16 meter gebied. Suarez, Huntelaar niet. Piqué, weg is weg. Emmanuelsson. Het is powerplay wat Ajax nu uitoefent. Excelsior bijt zich vast in die voorsprong. Vertongen en Voskamp. En Voskamp ligt. Het gebeurde achter de rug van Nijhuis. Vertongen en Voskamp. Ja, dit is ook aanstellen. Dit is ook aanstellen van Voskamp. Sterker nog, ik denk dat hij zelf de eerste tik uitdeelt. Het is natuurlijk ook het spelletje wat nu begonnen is van tijdrekken. Nu de winst voor het grijpen ligt voor Excelsior. En die grote, grote stunt. Siem de Jong. Voor het laatste gedeelte van dit duel vervangt de doelpuntenmaker van Ajax Maduro. Gaat Ajax op deze koude decemberdag dan die ongeslagen status in uitwedstrijden die het nu bijna een jaar in bezit heeft. Op twee dagen na, op één dag na zelfs, uit handen geven. Laatste nederlaag van Ajax in een uitwedstrijd. Vitesse 24 december vorig jaar. Sindsdien geen uitwedstrijd meer verloren.
En dan weet je dat zo'n reeks natuurlijk een keer moet eindigen. Maar slechts weinigen hadden gedacht dat dat hier zou gebeuren. En het lijkt er toch meer en meer op. Zijn De Jong laat hem even lopen. Van der Heijden. Rommedaal. Hoge bal richting Huntelaar. Van Steen zo half. Huntelaar niet. Suárez handig gedaan. Suárez, nou is dat dan... gevaarlijk spel. Wat is de interpretatie van Nijhuis? Hens? Het leek een hele fraaie beweging van Suárez. Hier is toch niks aan de hand? Vreemd. Gabri. Huntelaar, Suárez. Luque. Suárez loopt door. Krijgt de bal. En dit is dan wel een penalty, scheidsrechter. En nu gaat hij geel geven aan Suárez. En wordt de reputatie van de Uruguayaan, de aanvaller, uiteindelijk fataal. Op een heel belangrijk moment in de wedstrijd. Want dit was gewoon een strafschop zoals het zich liet aanzien. Ja, als je de schijn tegen hebt, en dat heeft Suárez, dan weet je dat je op de momenten dat je er ook recht op hebt, dat je hem niet krijgt. Van Steensel loopt Suárez op de hakken. En dus had hier de bal op de stip gemoeten, maar Nijhuis ziet het heel anders en geeft juist geel aan Suárez. Dat is dus niet goed en dat is heel kostbaar voor Ajax. Suárez. Niet om Braber heen. Gabri. Pas nu is er strijd bij Ajax. Luque. Houdt hij die bal binnen? Het is een hoekschop. Nee, het is een achterbal. Luque. En wie hem dan als laatste raakt, u mag het zeggen. De Jong. Braber. Korf. Hoopte dat Voskamp die bal zou kunnen belopen. Dat lukt inderdaad. Emanuelsson, overtreding. Heel even nog. Maar het lijkt er toch echt op dat zijn oude liefde, Excelsior, zijn nieuwe liefde Ajax, heel veel pijn gaat doen. Luiks. Hoek opzoeken, tijd vol spelen. Inworp voor Excelsior. 2 minuten heeft Ajax nog. Er gaat zo meteen 3 minuten bij komen. 5 minuten totaal dus voor de Amsterdammers om een nederlaag hier te voorkomen. Luiks. Voskamp wil een penalty, maar hield zelf vast. Piqué niet. De Jong. Rommedaal niet. Luiks. Goed gegeven, zeg, op Korf. Maar bal voorlangs aan het doel van Ajax. Het leek erop dat Ajax het lek boven had, sinds Adrie Koster aan het roer was komen te staan. Maar na de nederlaag tegen NAC Breda, komt nu dus weer een nederlaag tegen Excelsior. En dan kan je toch niet anders concluderen dat Ajax simpelweg tekort komt. Om als echt serieuze kampioenskandidaat bestempeld te worden. Luik staat weer. Bandja. Eruit gehaald door Heitinga. Luiks.
Gabri. Suárez, Rommedaal is gestart. Krijgt nu de bal. Maar zijn zit er alweer tussen. Verspert hem alweer de weg richting het doel. Rommedaal afleggen op de rand van het 16 meter gebied. Nee, Huntelaar. Krijgt hij dan nog een kans? Veel tijd nodig. Vertongen. En Braber. De vierde official staat al klaar om het bord met de extra tijd omhoog te houden. En 3 minuten gaat Ajax er nog bij krijgen. Om een nederlaag te voorkomen, de tweede van het seizoen. Van der Heijden. Suárez, geen controle. Een verzettelijke Braber. Bandja. Duw Vertongen. Precies wat Korf wilde. Hij promoveerde. Dus met de Kralingers degradeerde een seizoen later. En nu keert hij terug als interim trainer van Ajax. Gaat hij verliezen. Want het kan toch niet meer fout gaan voor Excelsior. Het publiek wil een penalty uiteraard, maar dat is het absoluut niet. Stekelenburg, verre trap. Makkelijk eruit gehaald. Het gevoel voor Show ligt nu voor Skamp weer. Niks aan de hand. Emanuelsson. De Jong. Daar komt Loeken nog, maar Bandja staat weer goed. Rommedaal. Ook Heitinga meldt zich nu in het 16 meter gebied. Huntelaar komt er niet aan. De Jong vangt op. Geluksschot misschien? Nee. Half metertje naast. Dat geluk, dat heeft Ajax gewoon simpelweg niet vanmiddag. Ook niet in de laatste seconde van dit duel. Lokhoff wijst op zijn klokje. De laatste minuut loopt. Emanuelsson. Van Steensel. Ja hoor. Korf is nog weg. 4 Excelsior-spelers tegen 3 Ajax-ieden. Korf. Voorzet voorlangs aan het doel en aan Voskamp, maar wel tijdwinst. Nijhuis pakt de fluit. Er stond nog een rekening open van Excelsior. Een rekening die stond na de laatste speelronde van vorig seizoen. En dat leidde tot een vechtlust bij de Kralingers. En uiteindelijk dus een historische overwinning op Ajax. Want nooit eerder in de geschiedenis versloeg Excelsior Ajax. Tot aan deze koude decemberdag. En 2 momenten aan het begin van de wedstrijd en in het begin van de tweede helft worden Ajax uiteindelijk fataal. 2-1. Wat een daverende verrassing. De zegen van Excelsior op Ajax. Dat zullen ze zelf niet hebben durven dromen. Al na 30 seconden wist Ajax wat voor middag het zou worden. Toen Piqué de 1-0 maakte. Vervolgens hebben de Amsterdammers wel geheerst. Maar hebben ze het langdurige balbezit niet om kunnen zetten in doelpunten.
En dit zijn dan fraaie taferelen. Loon naar werken voor Excelsior. Dat de rekening verheffend. De premie die nooit betaald werd. De overwinning op AZ. De laatste speelronde van vorig jaar. Hij liet de wedstrijd doorgaan. En dan zullen ze, wat Excelsior betreft, heel dankbaar voor zijn.